Hey allemaal, ik heb daarnet al een Princess Tag opgenomen en ik dacht als ik dat lijstje afloop voor de high-end producten, kan ik misschien ook iets gelijkaardigs doen voor mijn drogisterijproducten. Dus ik ga jullie ook in dit filmpje een aantal producten laten zien, maar dan ietsje goedkoper, die ik toch wel tot mijn favorieten reken. Ik ga beginnen met foundation. Ik heb geen echte foundation, maar wel een BB cream. Dit is een BB cream van Garnier, die voor de gemengde huid in de kleur Light. En dit vind ik een van de fijnste BB creams die ik heb. En hij is denk ik een 10 euro. Mooie dekking, je hebt er niet te veel van nodig. Ik kan hem ook aanbrengen met mijn handen en toch een mooi effect krijgen. Ik heb hem al een tijdje, hij is nu bijna op. En ik denk als ik een drugstore BB cream moet kopen, dat ik terug naar deze ga. Drogisterij concealer is er eentje van Bourjois. Het is ook de enige die ik heb, dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel concealer in huis. Deze zit in een potje, die is vrij creamy. Maar het werkt nog voor onder de ogen. Hij heet de Happy Light Ultra Covering Concealer. En dit is de kleur beige rosé. Hij gaat nog net voor onder mijn ogen, maar er is nog een lichtere kleur. En die zou ik dan toch eerder aanraden als je een beetje kan vergelijken en testen in de winkel. Want deze kan voor sommigen toch wel wat donker zijn. Mijn favoriete drogisterijpoeder en eigenlijk een van mijn favoriete poeders to court is deze van Essence All About Matte. Een compact geperst poeder, wit, maar redelijk, ja, eigenlijk gewoon transparant op je huid. Matteert goed, fixeert mijn make-up goed en zorgt er eigenlijk voor dat ik niet te veel ga glanzen doorheen de dag. Kost denk ik iets van een paar euro, maar is zeker de moeite. Als blush heb ik gekozen voor Sleek, een heel compact doosje, maar chockvol met een mooie blush, Rose Gold, u waarschijnlijk wel bekend. Het is zogezegd een goedkope versie van de NARS Orgasm. Orgasm heb ik zelf niet, maar als je de swatches op internet wat vergelijkt, ja, het lijkt er inderdaad wel wat op. Of hij exact hetzelfde is, dat durf ik niet zeggen, maar Rose Gold op zich is een hele mooie blush. Heel flatterend, geeft een mooie glans en je ziet zo, afhankelijk van hoe het licht erop valt, dat roze en dat gouden doorheen werken, echt wel een aanrader. Het jammer aan deze is dat je Sleek niet echt gemakkelijk in de winkel kan vinden. Ik weet dat er een afro-shop is in Antwerpen waar je Sleek kan kopen, dus niet alleen de blush, maar ook andere producten. Maar ik heb de mijne online besteld via Boozy Shop. Favoriete drogisterij oogschaduw en dat is deze van Max Factor. Dit is Burnt Bark. Nu, ik heb hem gedepot om hem te doen passen in mijn algemeen oogschaduwpalet, maar normaal gezien zit hij dus in een doosje met een doorzichtig schroefdeksel erbovenop. Dus ik heb hem gedepot en hij ziet er zo uit. Waarom vind ik deze geweldig? Het is mooi pigment. Blendt goed, komt mooi uit op de ogen, maar, en ik heb het ook al eens in het artikel gezet toen ik het over deze oogschaduw had, ik zal het linken zodat je eens kan gaan kijken, hij lijkt enorm hard, bijna als twee druppels water, op MAC Satin Taupe. Satin Taupe is een heel bekende oogschaduw, een heel mooie oogschaduw ook, die ik zelf ook heel graag gebruik, maar deze van Max Factor, dus Burnt Bark, komt daarbij heel aardig in de buurt. Dus je kan voor enkele euro's een hele mooie oogschaduw kopen. En ook voor de volgende categorieën kom ik bij Max Factor. Allereerst oogpotloodjes. Ik heb een aantal van die Liquid Effect Pencils. Dat zijn deze. Ook deze zijn zo wat dubbel. Dus oogpotlood aan de ene kant en zo'n smudger aan de andere kant. Ik heb ze in verschillende kleurtjes. Ze zijn heel mooi, gepigmenteerd. Glijden echt op je oog. Blijven ook heel goed zitten. Dus voor mij is dat geen probleem om ze onder het oog te gebruiken of zelfs op de waterlijn. Mascara is ook van Max Factor. Dit is de Clump Defy. De bekende mascara van Max Factor is de False Lash Effect. Die heeft een gewoon recht borsteltje, maar deze is dus lichtjes gebogen en werkt ook heel prettig op de wimpers, dus om de mascara aan te brengen. Ik koop altijd de niet-waterproof versies, maar als je zou willen, is er van deze Clump Defy ook een waterproof versie te koop. Ze zijn, wat zijn nu iets van een 16, 17 euro, maar Max Factor doet heel vaak van die acties dat je korting kan krijgen bij aankoop van, of dat er korting op het hele assortiment is. Dus als je dat wel in de gaten houdt, dan kan je deze voor, denk ik, een 10 euro kopen. Favoriete drogisterij lipstick en dan kom ik bij Bourjois. Bourjois heeft hele fijne lipproducten. Dit zijn de Shine Edition lipsticks. Hier heb ik al eens over verteld dat ze mij enorm doen denken aan lipsticks van Dior. En dat is ook zo, dat blijft nog altijd zo. Mooie kleuren, handige verpakking. Je ziet van onder op de kleur die dat in het doosje zit, dus dat is wel altijd heel erg prettig.
Voor gloss heb ik niet echt een gloss om te laten zien. Daar heb ik er eentje van die ik heel graag gebruik, maar die ligt op het werk. Die is ook van Bourjois. Iets met een glossy finish is deze Color Boost. Dit zijn die pennetjes die je dan zo heel gemakkelijk op je lippen kan smeren. Geeft een heel mooi effect. Dit is de kleur Fuchsia Libre. Er zijn er ook andere, iets meer oranje, iets meer nudige kleuren. Fijne productjes, niet al te duur, handig en geeft inderdaad een mooie glossy finish. Mijn wenkbrauwen heb ik gekozen voor mijn all-time favoriet, de Essence Lash & Brow Gel. Ik heb maar één gel voor mijn wenkbrauwen en dat is er eentje van Essence. Iets dat ik ook keer op keer opnieuw koop. Ik denk dat die net geen 2 euro kost. Zoiets als wenkbrauwmascara of wenkbrauwgel. Ik heb geen zin om daar veel geld aan uit te geven. Ik kan er bijvoorbeeld ook eentje bij MAC kopen. Maar ik vind dat, ja, je gebruikt dat op je wenkbrauwen. Er blijft wat poeder aan hangen. En onvermijdelijk komt dat dan uiteindelijk in die gel terecht. En dan wordt dat zo viezig. Dus dan is het veel gemakkelijker om er eentje van Essence te kopen. Als die echt niet meer te gebruiken is, kan je weggooien en een andere kopen voor niet te veel geld. Voor de random categorie kies ik voor Schwarzkopf. The Got To Be Too Sexy Big Volume Push-Up Volumizing Hairspray. Een naam om u tegen te zeggen. Dit is een haarspray die ik al heel wat jaartjes gebruik. Ze zijn recent van verpakking veranderd, maar het is nog altijd hetzelfde product. Dit is, denk ik, mijn favoriete volume haarspray. Ooit. Ook van de duurdere merken. Ik gebruik regelmatig kappersproducten, dus ook haarspray. Maar als ik maar één product mag kiezen voor in mijn haar te sprayen om mijn kapsel te fixeren, zowel los als vast, dan is het deze. Kost iets van een 6, 7 euro, denk ik. Ik ben niet meer helemaal zeker. Maar het fixeert echt heel goed. Geeft inderdaad een serieus volume. Dit is mijn favoriete haarspray. En het feit dat die in een knalroze verpakking zit, maakt het eigenlijk alleen maar beter. Als laatste categorie de nagellak. Ik heb al heel wat van Bourjois laten zien en ik eindig ook met Bourjois. Dit is een One Second nagellak. Ook deze heeft een breed borsteltje en dit is de kleur Green Fizz. Die heb ik in de zomer regelmatig gedragen. Een heel speciaal kleurtje, zo net niet neongroen, heel opvallend. Maar ik heb er ook heel veel complimentjes voor gekregen. De naam van de nagellak duidt er eigenlijk op dat je op 1 seconde je nagel kan lakken. En dat heeft dus te maken met het borsteltje. En ook hier, in mijn Princess Tag liet ik eentje van Dior zien. Deze heeft ook een heel breed kwastje. Net iets breder dan die van Dior. Wat waarschijnlijk voor sommige mensen misschien net iets te breed is. Maar voor mij werkt het wel. Breed, plat en van boven een klein beetje afgerond. Dus heel aangenaam om te lakken. Dat waren de drogisterijproducten die ik van harte kan aanraden. En die ik tot mijn favorieten kan rekenen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!